geen open debat, Jaap van Beek. Zij willen geen open debat over de toekomst van Nederland, omdat zij weten dat zij het debat van ons gaan verliezen. En als jullie zo begaan zijn met het milieu, links en rechts, wil ik jullie nog best een paar tips geven. Want ook ik ben voor een schone milieu. Vrienden, helaas. Helaas hebben jullie één les gemist op school. Namelijk de eerste les over milieu. Dat het milieu, een beter milieu, begint bij jezelf. En daarom wil ik jullie een handje helpen. Helpen, doe een roetfilter op je vieze, stinkende krakersbussen. Ruim je rotzooi op je kraakterreinen. En doe wat elke blanke Nederlander doet. Trek normaal je broek op, poets je tanden, ga naar de kapper en trek schone kleren aan. En internationale socialisten en alle andere buitenlandersorganisaties hier de mooiste routes door Den Haag mogen lopen, terwijl wij met Holland Hardcore een discussieforum op internet pas bij de derde poging, de derde alternatief onze route mochten lopen. Betogingen van nationalistische organisaties en rechtsradicale jongeren lopen altijd rustig en arrestaties vinden altijd plaats bij onze tegenstanders. In Os werden enkele weken geleden nog jongens van de linkse AFA opgepakt met rugtassen vol stenen. En wij hadden geen arrestatie aan onze kant. Het kan niet anders dan dat er bij de overheid sprake is van politieke voorkeur. Het is onbeschoft dat bij een moderator van Holland Hardcore een inval plaatsvindt met maar liefst 20 agenten. Alleen omdat je beheerder bent van het internetforum waar jongeren hun visie geven op onze samenleving. De officier van justitie heeft het bevel tot huis alleen gegeven om de inlichtingendiensten de gelegenheid te geven in de computer te neuzen van Holland Hardcore. Een officier van justitie die gek is gemaakt door zijn linkse borrelvriendjes van het meldpunt discriminatie internet. Het NDI is niet blij met het bestaan van Holland Hardcore. Want het NDI wil niet dat jongeren nadenken. Het NDI wil dat jongeren zich kapot blowen en snuiven. En zeker niet bezig zijn met de toekomst van ons volk. En waar hebben we dat eerder gezien? Jawel, een halve eeuw communisme heeft ertoe geleid dat in Oost-Europa de mensen dom werden gehouden. En dat er maar één politieke partij was, namelijk de communistische partij. En dat staat haaks op de mening van ons nationalisten dat het volk moet beslissen. Beste vrienden, het probleem van de overheid is dat men niet wil dat het volk een mening krijgt. Want dat is nu juist de reden van de arrestatie van Gregorius Netschot, omdat hij een trendsetter is in hoe de mensen tegenwoordig denken. Kritiek op dit beleid mag in Nederland niet meer. Je mag kritiek hebben als je lid bent van de vakbonden, van FNV en CNV. Maar ook van hen is het bestuur doordrenkt van PvdA en CDA bloed. Dus zo democratisch is het niet. Maar als je echt kritiek hebt op het beleid, dan kan je rekenen op een politieinval. En zelfs een striptekenaar als Gregorius Netschot kan niet eens zijn tekeningen meer maken. En vrienden, waarom wij invallen krijgen voor justitie? Waarom ze onze demonstraties proberen weg te moffelen op een achteraf terrein? Waarom wij worden uitgesloten van politieke debatten? Waarom gewelddadige krakers telkens weer de openbare orde mogen verstoren en met stokken en staven en kettingen onze bijeenkomsten proberen te verstoren? Dat is omdat justitie een linkse justitie is. En als wij dan uit zelfverdediging naar buiten gaan en ons verdedigen met 20 man tegenover 100 man, dan komt de mobiele eenheid wel in actie en arresteren ze die 20 mensen. Het is te schandalig voor woorden dat justitie zich laat leiden door het meldpunt discriminatie internet en notabene door de Anne Frank Stichting. Beste vrienden, het enige dat antiracismebureaus willen is dat opkomen voor het eigen volk, opkomen voor het eigen volk, dat het gelijkgesteld wordt aan racisme. En dat de mening dat degene die opkomen voor het eigen volk achter slot en grendel zullen verdwijnen. Want men wil geen kritiek op het weg met ons beleid van minister-president Balkenende en justitieminister Heer Balien. Steeds meer mensen onder ons volk zijn ermee toegedaan.
dat dit kabinet een anti-Nederlanderbeleid voert. Steeds meer Nederlanders vinden dat het eigen volk op de eerste plaats moet komen als het gaat om verdeling van huizen, werk en subsidies. Wij, zoals wij hier staan, wij zijn een andere jeugd. Een jeugd die het niet normaal vindt dat incontinente, dementerende ouderen in een verpleeghuis maar één keer per week gedoucht worden. En dat er bezuinigd wordt op de kinderopvang. En dat als opa en oma die kinderopvang op zich nemen, dat ze daar financieel voor bestraft worden door deze overheid. Wij zijn dus beu dat laaggeschoolde arbeiders hun banen verliezen, louter en alleen omdat Oost-Europese arbeiders goedkoper zijn. Beste vrienden, dit kan allemaal in Nederland, in dit decadente Nederland plaatsvinden. Terwijl onze minister van Ontwikkelingssamenwerking, ja de nieuwe Jan Pronk, Bertje Koenders, miljoenen uitdeelt in Afrika. Tja, nog meer bosjesvolk dan een vliegticket kan kopen naar West-Europa. In een land als Nederland kunnen pedoseksuelen zeilkampen organiseren met kinderen. En kunnen pedofielen notabene hun eigen politieke partij oprichten. Maar het internet voeren van jongeren die nadenken, dat is eigenlijk toch niet normaal. Ze gaan ze niet mappen, maar we gaan ze dadelijk wel de weg opduwen. Beste vrienden, onze mening is niet abnormaal of extreem. Onze mening is lastig. Ja, lastig voor de huidige overheid. Omdat zij een jeugd zien die anders wil. Een jeugd die maling heeft aan maatschappijleraren die proberen de multicul op te dringen. Wij zijn een jeugd die een eigen mening heeft. Een jeugd die walgt van de verplichte uitstapjes naar het Anne Frankhuis. Wij zijn een jeugd die vindt dat onze ouderen in de verpleeghuizen meer dan één keer per week gedoucht moeten worden. En dat er meer geld moet komen voor de kinderopvang. Wij zijn een jeugd die maar één oplossing heeft voor België. Namelijk dat België barst. België barst! België barst! België barst! België barst! België barst! Beste vrienden, wij zijn een jeugd die niet tolereert dat ons land toestaat dat hier werkloze, parasiterende vreemdelingen rondlopen die hier hun eigen stadswijken in beslag nemen, die eigen kalifaten stichten, die moskees bouwen, die onze vrouwen verkrachten. Wij vinden dat er maar één oplossing voor is. Hand in hand terug naar Bongo Bongoland. Eigen volk is! 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 Waarom zeg ik dit? Omdat ik het mag zeggen. U ziet zien. Dit is geen racisme. Dit is realisme. En de overheid wil dit realisme niet. De overheid wil ons nog steeds laten geloven in een sprookje van de multiculturele samenleving. En beste vrienden, ik geloof niet in sprookjes. En al helemaal niet in een sprookje van de multiculturele samenleving. Sterker nog, ik bal ervan. En ook al verbieden ze de cartoons van Gregorius Nekschot, ook al verbieden ze het Forum Holland Hardcore, de manier waarop ik denk, mijn visie, mijn afschuw over de multiculturele samenleving in het land nemen ze mij niet af. Beste vrienden, er is hoop en ik weet het eigenlijk zeker. Justitie gaat een nederlaag leiden in hun zaak tegen Stefan. Justitie dat aangespoord door allerlei duistere organisaties, zoals het MDI en de Anne Frank Stichting, probeert onze jeugd het zwijgen op te leggen. Maar toch, ze gaan verliezen, want ze hebben geen zaak. Opkomen voor het eigen volk is een mensenrecht en onderdeel van de vrije meningsuiting. Beste vrienden, wij zijn een andere jeugd. In een land waar onze regering onderdanig een kopje thee gaat drinken in een moskee. In een land waar onze regering Sinterklaas speelt in Afrika. Terwijl ons volk nood heeft aan meer geld voor kinderopvang. Aan meer geld voor onze ouderen in de verpleeghuizen. In een land waar wij onze jongens laten kapot uiteenspatten op bermbommen in Afghanistan. Daar maakt onze regering zich druk over jongeren met een eigen mening. Lachwekkende kant of niet? Wij zijn een jeugd met een ideaal. Hoeveel jeugd in Nederland heeft er nog een ideaal? Wij staan hier. Wij hebben een ideaal en dat nemen ze ons niet.